Vroeger stond bekend onder de naam Actie Stralen, dat zegt sommige mensen misschien iets meer. Wat wij doen is systemen bedenken om een eerlijkere economie te krijgen en een duurzamere economie. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat mensen schrikken, dat zal ik niet doen. Ik ga één of twee projecten, voorbeelden geven die uitleggen hoe je combinatie van milieu en economie kan doen. Als eerste, jullie hebben nu allemaal deze gekregen, maar wie zou hier 5 euro voor geven? Nee, dat is goed. Het is de bedoeling dat iedereen zegt van nee. Want ja, ik bedoel, wat kan je ermee? Wat kan je ermee kopen? Wat zou je ermee kunnen doen? Wil ik uitleggen aan de hand van een rollenspel. We hebben een project in Honduras, waar we lokale economie willen stimuleren. Het is een gebied in het binnenland van Honduras, Yoro heet het. Een oliehoudend gewas, een beetje atrofa. En dat gewas, de zaden daarvan, als je die perst, daar kun je olie van maken. Wat nou het verschil is met andere biobrandstofprojecten, is dat in dit project een combinatie is met, wordt verbouwd met andere gewassen, of voedselgewassen. Dan heb ik nog een uitnodiging Big Wave, die lokaal gebrouwde drank verkoopt. Dus ik zou de noten. En die verkoopt die aan de coöperatie. Maar de coöperatie. Maar de coöperatie heeft namelijk helemaal geen geld. Ze hebben pas geld op het moment dat ze de noten verwerkt hebben tot. 12 euro. Kijk, heel goed. Jij kan nu. Moet ik halen? Is dat tientjes voor jou, Jan? Dat is best een mooie idee. Dan komt er vervolgens. Ik heb niks onderhandeld, begrijp ik. Nee, je hebt elkaar gedaan. Maar dat is waar, ze dan komt er een bal van voor zijn kinderen, mooi voetbal. Maar geïmporteerd uit China. Ik ben even multinational met gehoord. Dus het geld verdwijnt weer. Ja, maar het is wel goed, man. Bij het genootschap. Vervolgens wordt. Vervolgens maakt de coöperatie verwerkt noten tot biobrandstof. En deze winkel die heeft brandstof nodig voor de bedrijfsauto. Die koopt voor 13 euro, dat moet ook wel winst gemaakt worden, 20 liter biobrandstof. Daar ga je. Oh. Daar ga je. Een boer denkt, nou, vissen, wat kan ik dan mee? Maar er doen ook heel veel winkels die zeggen van wij accepteren vissen. Want ze weten, ik kan in ieder geval brandstof verkopen. Dus de boer denkt van nou, een lekker lokaal gebrouwen kratbier zullen we maken. Ik kan voor 10 vissen bij de winkel besteden. De winnaar van de avond is duidelijk. De winkel koopt vervolgens weer voor 13 vissen. Nou, voor 10 vissen en 3 euro, waar die gebleven zijn van het land. Maar dan moet je. Ja, ja, dan moet je grote vissen worden. Corruptie. Jij koopt weer brandstof bij coöperatie. Rond. Het verschil is nu dat de coöperatie heeft geen rente hoeft te betalen. Dat scheelt dus in dit voorbeeld 2 euro. Het geld wat in omloop gebracht is doordat biobrandstof geproduceerd is, blijft nu langer in de gemeenschap circuleren. Waardoor mee, dus lokale handel gestimuleerd wordt. En, het belangrijkste is dus dat voor de coöperatie die heeft minder kosten om geld te lenen.
Ja, maar ik kan toch gewoon, maar ik produceer dat geld toch? Ja, maar ik heb dat toch niet nodig? Dus zou ik bij jou maar ik heb gewoon meer geld in het land. En vervolgens het devalueer het hele geld. Waar haalt de coöperatie zijn vissen vandaan? Ja, dat vraag ik me ook. Ja, van mij. Nee. De dekking van het systeem is, de coöperatie kan nooit meer vissen uitgeven. Ze gebruiken dus om enerzijds zaden van je plof te kopen en anderzijds om hun personeel deels mee te betalen. Zijn ze een aandelen die vissen? Het is eigenlijk een recht dat je er biobrandstof van kan kopen. Maar zij kunnen nooit meer uitgeven dan dat ze biobrandstof produceren. Dat is ook met een aantal coöperaties. Maar je moet ook systemen bedenken waarbij het gedekt is door geld. Je hebt nog steeds de voordelen dat je tijdelijk meer koopkracht in een gebied brengt. Wat bedoel je met gedekt door producten? Nou, in dit geval is het gedekt door olie, want uiteindelijk kun je er brandstof verkopen. Dus in Costa Rica kan je betalen. Dat is hetzelfde als samen met het centrale bank van het land. Dat is om